Hola amigos, ¿qué tal? Welkom bij onze nieuwe rubriek Mucho Español, waarin ik jullie wil onderdompelen in de Spaanse cultuur. España, por favor. De vorige premier van Spanje, Mariano Rajoy, zei het al met de wijze woorden: España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Of met andere woorden, Spanje is een geweldige natie en de Spanjaarden erg Spaans. En veel Spaans. En net omdat die Spanjaarden zo Spaans zijn, is het als buitenlander niet altijd even gemakkelijk om bij dat Spaanse clubje te horen en al snel word je guiri genoemd door de plaatselijke bevolking. Maar als de Spanjaarden het over guiris hebben, wat bedoelen ze dan eigenlijk? Wie zijn ze? Wat doen ze? En wat drijft hen? Ik ben niet dorp, daarom de Spaanse kust. Voor een Spanjaard is een guiri een buitenlander die in Spanje vertoeft en afkomstig is uit Noord-Europa. Het hoofdkenmerk van een guiri zijn witte kousen gecombineerd met sandalen. Guiris tonen ook heel graag hun stoere borstkast in het straatbeeld. Een ander modieus object uit de guiri klerenkast is dit merkwaardig geruit hemd, waarmee zij graag op restaurant gaan waar ze alles serveren behalve Spaans eten. Na het zonnebaden zo rood zien als een kreeft, dit overkomt alleen de guiris. Hier zien we weer die hoog opgetrokken witte kousen verschijnen bij de mannen. En bij guiri vrouwen is het heel typisch driekwart broeken te zien. Zet daar nog een foutief hoedje op en je bent een guiri totaal. Zo, dit was de eerste aflevering van Mucho Español. Jullie weten nu ondertussen heel goed wat een guiri is en in de volgende afleveringen zal ik jullie nog meer tips en tricks meegeven hoe jullie niet als guiri door het Spaanse leven hoeven te gaan en jullie een echte Spanjaard worden. Olé! Ah, dat smokt zij zo'n Belgisch pintje.